Zo, welkom terug in Hummelo. We zijn weer in 1900, we kijken naar de Gouden Karper hier zo. De afgelopen week heb ik zitten werken aan de mogelijkheid om ook echt door de tijd te reizen. Dus we zitten hier in 1900, als ik al zei. Dus boven kun je het jaartal zien. Maar het is nu mogelijk om met een groter dan een kleiner dan toetsen door de tijd te gaan reizen. Dus als ik hier op de knop ga drukken, dan moet er... Ja, dan gaat... We zitten nu in 1902... zien we dat in 1903 er een verandering plaatsvindt. Dat de luifel die er was vervangen is door een kleine Vanda. En zo kunnen we door Hummelo lopen en zo ook zien hoe Hummelo in de loop der jaren verandert. Zoals hier zo de Dorpstraat ingaan. We gaan even iets sneller. Dan hebben we hier zo links het huis van Tering. Volgens mij is dat in 1912 verbouwd. En is het pand gekomen zoals er nu de Spar erin zit. En zo kunnen we ook in 1913 gaan rondlopen door de tijd. En kunnen we nu in plaats van de oude winkel, de nieuwe winkel van binnen gaan bekijken. Er is nog niet zoveel te zien, maar er is een deel van de inrichting. Maar ook de rest van de straat. Die verandert in de loop der tijden. Dus we hebben nu naar Zaal Wassink. 1923 is dat gesloopt en vervangen door het huidige gebouw. En zo zie je, we zitten ondertussen al in 1941. En ook hier zo links de kapper. Die heeft een groot raam tegenwoordig. Dus ja, dat zie je allemaal veranderen. Ook verderop in de Dorpstraat is al een en ander gewijzigd. In 1941 was het grote boerderij op de hoek al vervangen door een wat kleiner dubbelpunthuis. Recht voor ons zien we het huis van Greven. Maar de meeste veranderingen zullen we zien in de Keppelseweg. Daar zijn een aantal modellen bijgekomen die ik al op de plank had liggen, maar nog nooit een plekje had kunnen geven, want ze waren niet beschikbaar in 1940. Die zijn ongeveer gebouwd in 1925 en dat zien we wel als we terugreizen in de tijd. Dan zullen we 25, poeps, weer zien dat ze verdwijnen. Dus zo kunnen we nu niet alleen voor en achteruit en links en rechts door het dorp lopen, maar ook in de vierde dimensie tijd nu gaan rondkijken in het dorp en zien hoe het dorp er in verschillende jaren eruit zag. En we zijn weer terug in 1900. Dank u wel.